Het is maandag, wat zou het zijn, 23 februari. Ik ben verkast, ik zit nou hier. Krabi Beach, of Phuket eigenlijk. Krabi is waarschijnlijk nog mooier. Angst, ik wil het over angst hebben. Mensen zijn vaak bang voor de toekomst, dat ze ziekte onder de leden hebben, dat ze minder gezond zullen zijn in de toekomst. Wat eigenlijk vaak zelfs wel een zekerheid is, of bang dat het bijvoorbeeld financieel minder goed zal gaan. En dan probeer je je baan te behouden die je eigenlijk niet meer leuk vindt. Je hebt geen vertrouwen in de toekomst. Ik heb zelf dikwijls geschreven over angst, omdat ook ik in mijn leven behoorlijk wat angsten heb gekend en zelfs nog steeds ken. Ik heb een verleden met wat, je zou me zelfs in sommige gevallen hypochondrisch kunnen noemen. En waar ligt dat nou aan? Waaraan ligt die angst, wat ligt aan die angst ten grondslag? Ik denk een aantal dingen. Ik denk sowieso, angst kun je denk ik vooral herleiden naar angst voor de dood. Dat zou je weer kunnen herleiden tot angst, dat je een existentiële angst. Angst dat je, of je wel bent. Je ziet dat ook vaak terug in het feit dat mensen zich een identiteit willen aannemen. Merkkleding, bepaald type auto rijden, bepaalde lifestyle. Omdat ze anders niet gezien of erkend zouden worden en dus niet zouden zijn. Dus misschien iets wat het ego, het pijnlichaam, je ingeeft. Dat je niet zou zijn als je je identiteit niet kunt bekrachtigen. Een existentiële angst. Ja, en dat ego, dat heeft dan weer te maken met het afgescheiden zijn van je omgeving. Een identiteit onderscheidt jou van jouw omgeving. Dit ben ik en de rest van de wereld, dat ben ik niet. Daar ben ik van afgescheiden. Ik denk dat op het moment dat je het gevoel hebt dat alles één is en dat daarmee alles goed is zoals het is en dat je bijvoorbeeld niet afgescheiden bent van de rest, dus dat als het met jou slecht zou gaan in de toekomst, dat dat iets is wat puur met jezelf te maken heeft en geen balans heeft met de rest, ja, dan zou je dat willen kunnen controleren wellicht. Op het moment dat je het besef hebt, of het gevoel hebt, laat ik het zo zeggen, dat alles één is en dat jouw aandeel daar slechts een rol in is en dat wat er met jou gebeurt altijd goed is omdat het in dat geheel past, dat zou een stap kunnen zijn naar het accepteren van die angst. En acceptatie is denk ik een belangrijk punt om je angst te kunnen omarmen. Kunt je ook wel eens afvragen of angst niet nuttig is. Dat wordt dan vaak als argument. Ja, je bent bang. Als je bang bent, bijvoorbeeld voor een leeuw, en die angst zorgt dat je in actie komt. Ik denk dat het niet zo is. Ik denk dat het niet angst is waardoor je in actie zou komen voor een leeuw. Het zou juist eerder zijn dat je misschien verlamt vanuit angst. Maar het besef dat er een situatie is die noopt tot handelen. En het zou inderdaad kunnen zijn dat je lichaam dusdanig in elkaar steekt dat daar fysiologisch een aantal chemische stofjes voor wordt aangemaakt die helpen jou extra waakzaam te zijn, zodat je tijdig kunt handelen. Ik weet niet of je dat
zou moeten verwarren met angst. Als je bijvoorbeeld ziekte onder de leden hebt, dan kun je de geëigende maatregelen nemen, naar het ziekenhuis gaan, medicatie nemen, alle therapie volgen. Maar dat zou je met of zonder angst kunnen doen. Angst is in dit geval wederom niet erg nuttig. Zorg alleen dat een bepaalde situatie onaangenamer voor je wordt. Zoals gezegd, ik zelf ook de kampen gehad, nog steeds wel, met angsten in mijn leven. Wat voor mij helpt, is, onder andere door dan me te bedenken waardoor dat zou kunnen komen, het afgescheiden zijn, misschien wat trauma's uit het verleden, angst als mechanisme om bepaalde pijn weg te drukken, te maskeren. Maar goed, met die wetenschap, daar heb ik ten dele wat aan. Wat meer helpt voor mij is als ik mij realiseer hoe dankbaar ik kan zijn voor alles wat ik in mijn leven heb. Ook dankbaar voor de lessen die ik krijg. Ook dankbaar voor de situaties die misschien anders zijn dan ik ze het liefst zou willen. Maar als ik me realiseer dat die een bepaald doel dienen, dat ik daar een bepaalde les uit zou kunnen trekken. En dat die les mij gegeven is, gegund wordt. Dan kan ik erg dankbaar zijn. En ook vertrouwen dat alles wat gebeurt ook goed is. Kijk, uiteindelijk gaan we allemaal een keertje dood. Angst voor de dood is dus eigenlijk een slechte raadgever, want het gaat toch gebeuren. Angst voor ziekte is ook toch op een gegeven moment ziek geworden. Een kind is niet bang voor ziekte. Die ondergaat fysiek, misschien zelfs wel geestelijk ongemak in het moment, maar is niet bang voor de toekomst. Pijn is pijn en als pijn weg is, is die weg. De angst dat je pijn zult krijgen, dat die pijn erger zal worden, die maakt het geheel aan lichamelijke sensaties alleen maar lastiger. Dankbaarheid dus en acceptatie. En in het nu kunnen zijn en niet denken aan eventuele toekomstige doemscenario's of gevolgen van wat je vandaag doet voor in de toekomst. Angst probeert iets te zeggen. Niet zozeer dat je op tijd weg zou moeten rennen ergens, maar probeert iets te zeggen over je eigen gesteldheid en je afgescheidenheid met de rest van de wereld. Probeer die angst te accepteren en te laten zijn. Probeer hem niet te bevechten. En probeer daarmee het leven te accepteren. En voel dankbaarheid voor alles wat je mag leren en ondergaan. Sommige dingen zijn fijn, sommige dingen misschien minder fijn. Maar alle hebben ze, dienen zij hun doel. Dat is wat ik voor vandaag wilde vertellen. Dankjewel.